Kijken naar een nieuwe video voor Oester Verslaggever. Vandaag gaan we het hebben over de splitsing van Noord-Ierland en Ierland, oftewel een geschiedenisvideo. Lang tijd geleden had ik een video gemaakt over Franco, de dictator van Spanje, tenminste oude dictator. En op het einde heb ik nog een video gemaakt over Gibraltar. En vandaag gaan we het dus hebben over Noord-Ierland en Ierland, beide landen in het Verenigd Koninkrijk, waarvan Noord-Ierland ook echt bij het Verenigd Koninkrijk hoort en Ierland niet. En daar gaan we achter komen hoe dat tot stand is gekomen uiteindelijk. Want uiteindelijk, Noord-Ierland en Ierland is eigenlijk één land, zeg maar. Maar zoals ik al zei, het noorden, die hoort bij het Verenigd Koninkrijk. Maar laten we de geschiedenis in gaan duiken, maar eerst de huidige toestand van beide landen. Dat gaan we aan het einde doen eigenlijk. Maar in het begin even een korte informatie. Laten we gaan beginnen dus. De hoofdstad van Noord-Ierland is Belfast, terwijl de hoofdstad van Ierland Dublin is. Zoals jullie ook in het kaart kunnen zien, het noordelijke gedeelte, het noordoosten, is dus Noord-Ierland. Als we kijken naar de religie in beide landen, dan zien we dus in Noord-Ierland dat het verdeeld is, echt heel goed verdeeld tussen de katholieken en de protestanten. En in Ierland zelf is de meerderheid katholiek, ongeveer 80%. Nou, het begin van Ierland, rond 6000 voor Christus, heel ver terug, bestond Ierland uit een kleine groepjes jagers. En Ierland werd interessant voor andere volkeren, omdat in het noord- en oostkust van het land vuurwapens en werktuigen gevonden werden. En dat kan natuurlijk heel nuttig zijn voor oorlogen. Op 3000 voor Christus begonnen dus ook volkeren Ierland binnen te dringen vanuit de Atlantische kust en het Middellandse zeegebied. En daarin hebben ze wat dingen veroverd van de Ieren. En dan heb je dus het bronzen tijdperk, in 2000 voor Christus tot 500 voor Christus duurde het. En toen kwamen de Kelten uit Spanje, Frankrijk en Zuid-Duitsland Ierland binnenvallen. En met behulp van ijzeren wapens die zij hadden, was het binnenvallen heel gemakkelijk verlopen. En konden zij Ierland eigenlijk wel zo'n beetje veroveren. De Kelten spraken Indo-Europees, dat is de voorlegger van het huidige Iers, die we tegenwoordig kennen. De Kelten hadden een clansysteem, dat bestond uit 150 koninkrijken. Met aan het hoofd een opperkoning. Er bestonden drie klassen, de vrijen, de onvrijen en de slaven. De Kelten die konden tot bloei komen doordat de Romeinen ze met rust lieten. Want in die periode hadden de Romeinen de macht over Ierland gegrepen. Maar de Kelten, dus de oorspronkelijke inwoners uit Ierland, konden gewoon hun ding doen. De Golden Age begon vanaf 3 na Christus toen de Romeinse Rijk in Ierland viel. In 432 kwam een bekende persoon, namelijk Sint Patrick, naar Ierland. En hij bekeerde het land naar de katholieke richting. Terwijl er problemen waren in Europa, was het in Ierland vrij rustig. En heel veel geleerden, dus katholieke geleerden, die vluchtten naar Ierland om daar hun geloof te belijden. In de Golden Age, die periode was een goede periode voor Ierland, maar dat kwam aan het eind door de inval van de Vikingen. En de Vikingen die hadden dus daar het voor het zeggen. En in de periode van de Vikingen werden er langs de kust handelsposten geplaatst. Daar kwamen ook steden voort, zoals Dublin, de hoofdstad, Waterford en Cork. De goudeconomie werd ingevoerd, waardoor ook belasting kwam, etc. In 1014 werden de Vikingen verslagen, waardoor Ierland versnipperde eigenlijk en daardoor verdeeld raakte. Een van de afgezette koningen riep hulp in van Engeland en Normandië, oftewel Frankrijk. En vanaf dat moment was de overheersing, een 800-jarige overheersing van de Engelsen, een feit geworden. Want de Engelsen waren de baas. Maar zij konden geen grip krijgen op de Ieren. Waarom? Omdat er elke keer opstanden kwamen. Elke keer werd er geprotesteerd tegen de Engelsen. In de 15e eeuw kwam een groot deel van Engeland van Ierland in handen van Fitzgerald als Kildare, of dan een Ier. Maar Hendrik de 8e die brak dit allemaal. En hij ging zelfs verder door zelfs de katholieke kerk te sluiten eigenlijk. Want hij stelde zichzelf als hoofd en voerde dit ook in, ook in Ierland. En de Ieren, zoals ik al zei, ze waren heel, heel gelovig. Zij weigerden dit. En ook al was het dus dat verbod, zij bleven hun geloof gewoon belijden. En Hendrik de 8e die ging verder door zelfs de kerken te sluiten en priesterschap te verbieden. In 1540 werd Ierland verdeeld in 32 graafschappen en dit bestaat nog altijd. Dat kun je eigenlijk zo'n beetje zien als provincies. In de 16e eeuw onderwierpen de Tudorvorsten Hendrik de 8e die daarin zat, Edward de 6e
Mary I of de Eerste en Elisabeth I geheel Ierland en ging de Keltische orde langzaam ten onder. Oftewel, deze vier personen waren de baas over Ierland en zorgden ook ervoor dat de Keltische inwoners eigenlijk weinig te zeggen hadden. Elisabeth I verbood in 1558 het opdragen van de heilige mis. En dan hadden we ook nog Ulster, dat is namelijk het huidige Noord-Ierland. Zij kwamen ook in opstanden, maar 3 jaar duurde deze opstanden en daarna verloren zij de strijd. Engeland had geheel Ierland dus onder zijn hoede en veel Ieren vluchtten het land uit op zoek naar veiligheid. De 6 noordelijke graafschappen kwamen vervolgens in bezit van Schotse en Engelse protestanten. En dat is dan eigenlijk het Noord-Ierland. Daar is de scheiding dus begonnen tussen Noord-Ierland en Ierland. Tussen 1695 en 1705 werd Penal Laws ingevoerd, die de katholieken bijna al hun rechten ontnam. Dus je moet het zo zien, Ierland was een katholieke land. En zo langzamerhand werden de katholieken daar verdreven en kwam steeds meer ruimte voor de protestanten. Maar in 1778, na heel veel protestanten en heel veel opstanden, werd de Penal Laws wat verzacht uit angst dus voor nog grotere opstanden van de Ieren. Terwijl de Engelsen al bezig waren in die tijd met heel veel oorlogen, ze hadden dus geen zin om nog een oorlog te krijgen. In 1789 werd de United Irishmen opgericht door Theobald Wolfe Tone. En hij, of tenminste zij streefde ernaar om een onafhankelijke Ierland in werking te stellen voor gelijke rechten voor zowel de protestanten als de katholieken, zodat ze dus eigenlijk als één land, als één geheel konden samenleven. In 1794 werd dit soort organisaties verboden door de Engelsen, want ze waren dus bang dat het inderdaad zou gaan werken. 4 jaar later, in 1798, onderdrukte de Engelsen en Orange Order een poging tot de revolutie door Toon. In 1800 werd door het Act of Union geheel Ierland officieel ingelijfd door het Verenigd Koninkrijk. Oftewel, het Verenigd Koninkrijk was al de baas over Ierland, maar nu was het officieel getekend op papier. In 1800 was het getekend. Tussen 1845 en 1847 had Ierland te maken met een hongersnood na meerdere mislukte oogsten. 1,5 miljoen mensen die leden hieraan en stierven ook aan de honger of aan verschillende ziektes als gevolg van de honger. En de Engelsen die boden nauwelijks hulp. Sterker nog, voor dit alles was er al een akkoord tussen de Ieren en de Engelsen dat de Ieren graan, zuivel en vlees zouden exporteren naar de Engelsen. En dat ging zelfs toen ook gewoon door. Ook al leden de Ieren aan hongersnood, de Britten, de Engelsen, die eisten nog steeds graan, zuivel en vlees. Na veel opstanden werd het uiteindelijk, dus het pachtsysteem, afgeschaft en konden de Ieren weer gebruik maken van hun zuivel, graan en vlees. Vervolgens heeft Ierland nog geprobeerd om zelfbestuur te bewerkstelligen, maar dat strandde nog toen. Nou, op een gegeven moment wil Ierland natuurlijk een eigen staat vormen en begonnen ze ook partijen op te richten zoals Sinn Féin, ISIRP en ICA. Dit waren de 3 grootste partijen in Ierland, maar ze waren nog niet legaal om het zo te noemen, aangezien de Engelsen dat niet erkenden. Maar de Noord-Ierse Oranje mannen die gingen verder dan alleen maar partijen oprichten. Zij richtten zelfs een eigen leger, de Ulster Volunteers. Er leek zelfs een burgeroorlog uit te breken toen ook de Engelsen toen ook de Ieren een eigen leger oprichtten. Maar toen brak de Eerste Wereldoorlog aan, veranderde echter alles. 100.000 Ieren ongeveer die vochten aan de geallieerde zijde en hoopten zo zelfbestuur te kunnen claimen als een soort beloning. Want ja, je helpt de Engelsen, je helpt de Britten, wie weet krijgen een eigen land. Maar de Britten die waren dat niet mee eens. En in 1916 leidde dit tot opstanden. Maar al snel kwam het tot een eind vanwege slechte organisatie en de Engelsen wisten met een klein leger 14 opstandelingsleiders te executeren en dus dit verzet heel snel alweer de kop in te drukken. In 1917 won Sinn Féin de verkiezingen, zij waren dus de grootste partij in Ierland. En 2 jaar later brak er een oorlog uit tussen Engeland en Iowa, dat is dus het Ierse leger. En in hetzelfde jaar, in juli 1919, kwam er ook gelijk een wapenstilstand. En 2 jaar later, in 1921, kreeg Ierland na heel lange onderhandelingen een eigen land. Maar de 6 noordelijke graafschappen, dus Ulster, oftewel Noord-Ierland, bleven wel verbonden aan het Verenigd Koninkrijk. En dat is dus het huidige Noord-Ierland. Dus in 1921 had Ierland dus officieel een eigen land.
In 1923 brak er gelijk alweer een burgeroorlog uit tussen Sinn Féin en IRA, oftewel de grootste verkiezingspartij en het leger van Ierland. En dat gevecht werd gewonnen door de IRA. In 1926 richtte de Valera een nieuwe partij op, dat heette de Fianna Fáil, bestaat nog steeds. En in 1932 won hij ook de verkiezingen en werd hij dus ook premier. De Valera en het parlement namen een wet aan om de Britse koning als staatshoofd af te zetten. Want ondanks het eerst een eigen land was, had het nog steeds een Engelse staatshoofd. En die werd dus afgezet, waardoor Ierland soeverein werd. In 1938 werd Douglas Haig aangesteld als eerste president van Ierland. Sinds ze eigenlijk een eigen staat zijn. En Ierland was tijdens de Tweede Wereldoorlog officieel gezien neutraal, maar ze hadden wel nog een Duitse pro-Duitse sentimenten. In 1948 werd de regering van de Valera afgelost door een coalitie waarvan Fine Gael de grootste was. Een jaar later, in 1949, riep deze regering Ierland tot republiek en verliet hij het Verenigd Koninkrijk. Met de aanstelling van Sean Lemas ging het economisch de goede kant op voor de Ieren, en zo goed zelfs dat ze uiteindelijk in 1973 de EU zijn binnengekomen. In september 1997, of 1997 inderdaad, werd Mary McAleese president en zij tekende in 1998 een vredesverdrag tussen Ierland, Noord-Ierland en Verenigd Koninkrijk. Want hiervoor was het zo dat Ierland aanspraak maakte op grondgebied van Noord-Ierland. En dat moest dus uit de grondwet geplaatst worden, zodat Noord-Ierland zijn eigen wetten en regels had. En dat is dus uiteindelijk ook getekend dus in 1998. Naar de huidige tijd, nou in juni 2020, vormen Fianna Fáil, Fine Gael en de Groene Partij een coalitie. Michael Martin was het hoofd van deze coalitieregering. En Ierland is een eigen land gebleven en zij bleven wel trouw aan de EU. In tegenstelling tot het geheel Verenigd Koninkrijk, inclusief Noord-Ierland, zij verlieten de EU, oftewel Brexit. En als we kijken naar vandaag de dag, zijn er nog steeds opstanden, voornamelijk in Noord-Ierland. En dat komt als volgt. De katholieken die in Noord-Ierland wonen, die willen graag bij Ierland horen, oftewel ook uit de Verenigd Koninkrijk en dus ook uit de EU. Terwijl, als we kijken naar het verder. Ierland bestaat vanaf het begin uit meerderheid katholieken. Dat is hetzelfde gebleven. Maar als we kijken dus naar Noord-Ierland, zoals het zo is. In het noorden woonden voornamelijk protestanten. En op een gegeven moment werd het 50-50. Dus er kwamen steeds meer katholieken in Noord-Ierland. En pas geleden is het nieuws naar buiten gekomen dat Noord-Ierland nu zelfs meer katholieke inwoners heeft dan protestanten. Dit is uniek. Het is nooit voorgekomen dat Noord-Ierland dus meer katholieken heeft dan protestanten. En dat maakt het dus nu interessant waarom er dus heel veel opstanden zijn. Want zoals ik al zei, de katholieken in Ierland als geheel, ook Noord-Ierland dus, willen bij Ierland horen als één land, een eigen land. En nu de meerderheid dus in Noord-Ierland katholiek is, ja, is het dus logisch dat er veel opstanden zijn en dat zij dus bij Ierland willen horen. En dat zorgt dus voor opstanden, maar niet al die opstanden, er wordt dus ook veel gevochten. En wordt vervolgd wat dat betreft. Video over de geschiedenis van Noord-Ierland en Ierland. Ik hoop dat ik dit op een beknopte manier en op een duidelijke manier heb kunnen uitleggen. Als ik iets heb gemist, laat het zeker in de comments weten. Laat ook in de comments weten welke geschiedenisverhaal ik nu moet gaan doen. Over een bepaalde tijd. Zeg het maar gewoon in de comments, dan doe ik het zeker. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Deel deze video. Like deze video. En vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Later mensen.